De kinderen zijn al weg, die zien de speeltuin al. Het is nog lekker vroeg, het hoor je ook wel een beetje aan de vogeltjes. Eén punt kijken. Oh, 1, 2, hè? Dat is heel hard, hè? Ja, ik ga mijn best doen. Ik word er nu al draaierig van. Oh ja, ik zie hem. Hoi, dus kijk naar een nieuw vlog. Wij zijn de Vogies. En? We hebben kijkuren gehaald. Ja, dus wij zijn nu... Super, dankjewel. Zeker weten, we zijn nu officieel... YouTubers vinden wij in ieder geval. Hè? We zijn nu aan alle eisen voldoen we. Dus helemaal super leuk. Helemaal. Ja, dus als je nog niet geabonneerd bent, vergeet in ieder geval niet te... Te abonneren. En doe even die duimpjes omhoog. Kom op, druk op die duimpjes, toch? Ja. We gaan vandaag weer lekker een speeltuin ontdekken. Dat is lang geleden. Maar ja, het is natuurlijk nu ook weer super mooi weer. Dus we dachten van, we gaan er weer lekker op uit. Vandaag is de tweede dag dat geen wolk aan de lucht. Nee, heerlijk. En de zon en groen. Het gaat eindelijk beginnen, de zomer. Okay. Dus we nemen jullie gezellig weer mee. Ja. Het is echt heerlijk weer. En Celine en Teun gaan ook gezellig mee. Die kinderen zijn al weg, die zien de speeltuin al. Het is nog lekker vroeg, dat hoor je ook wel een beetje aan de vogeltjes. Dus het is nu 8:30. Want de kinderen waren een extra dagje vrij. Dus de ouders van Celine en Teun die moesten werken. Ik zei, nou ja, dan gaan wij wat leuks doen. Dus wij gaan de ochtend hier ons vermaken. Het leuke van nieuwe speeltuintjes in de buurt vind ik gewoon weer dat je even ergens anders bent. Het is maar 10 minuutjes van ons huis. Maar ja, toch weer een hele andere omgeving. Ik kon goed mijn auto parkeren hier ook. Dus dat is ook wel heel erg prettig. Maar ik zou dit zeker ook op de fiets gaan doen. Want wat ik zeg, 10 minuutjes. Nou ja, pak de elektrische fiets. En je bent natuurlijk ook overal zo snel. Dus... Kijk, die balk die draait hier, die onderste. Dus dat is natuurlijk extra moeilijk. Oeh! Het ziet er wel heel leuk uit. En wat ik zeg, je bent weer even ergens anders. Helemaal leuk. En het is vlakbij het Haga ziekenhuis. Ik zal wel even in de beschrijving zetten waar we precies zijn. Maar als we een klein stukje verder lopen, dat weten de kinderen nog niet, dan is er ook nog een kinderboerderij. Oeh, één punt kijken. Oeh, deze is wel lastig hè, met die touwen. Dat doet zeer zeker aan je handen. Dat lijkt mij ook, ja. Kijk, dat is van het gevlochten. Ja, dat doet zeer. Ja, dan kan je beter van die ijzeren stangen hebben. Oeh, Celine. Jij bijt gewoon lekker door. Jij denkt, opa. Nee, ook niet. Kijk, ik zie, je gaat het verder. Ik ben mijn kop gestoten. Oh, alweer? Oh ja. Nou, we hebben hier wat doekjes liggen, want dat op een paal zat allemaal een beetje nog poepiejoepie. Ja, van de vogel. Oeh, kijk. Dus ja, gelukkig had ik in de mommybag weer natte doekjes bij me. Hebben we weer even opgelost. En rond deze tijd is het natuurlijk gewoon prachtig en de natuur. Moet je kijken hoe heerlijk groen het hier is. Ook super leuk, want het is eigenlijk gewoon in een woonwijk. Dus je kan hier natuurlijk lekker picknicken en met je vriendin natuurlijk lekker spelen. Je hebt het grasveld, een beetje voetballen. Moet je kijken, deze boom ook. Die is partij groot hier. En je kan er helaas niet in klimmen, anders moet je even een zetje hebben. Want het is wel echt een hele hoge boom, kijk maar. Zie je dat? Maar als je er eenmaal in zit, is het wel een hele goede verstopplek. Dat zal wel wel. Maar jeetje zeg, wat een boom. Moet je kijken. Huge, hè? Echt groot. En zie je, veel heb je niet nodig. Ze zijn zich lekker aan het vermaken daar zo. Helemaal leuk. Wow, draaistoel. Kijk uit hoor. Oeh, en hij probeert te lopen zo. Kijk uit hoor. Oeh, zit je goed vast? En niet lopen. Als dat gaat. Oh, daar gaat hij hoor. Even een beetje hulp.
Nou, dat valt nog mee, dat valt nog mee. Ik kan daar tegen. Ja? Oké. Nou, kom maar dan. Oeh. Oh, jullie kunnen het allemaal tegen. Niet. Wel, je deed een beetje... Nee, ging het echt zo? Ja, hij ging zo. Ja, ik dacht dat het... Hij is hem in de maling te nemen, hè, jij. Ja, zie je wel. 1, 2, hè? Nou, heel hard, hè? Ja, ik ga mijn best doen. Oeh. Ik word er nu al draaierig van. Oh jee. Helemaal misselijk word ik ervan als ik er naar kijk. Gaat het nog? Niks aan de hand. Ook niet misselijk? Zijn jullie ook niet misselijk ervan? Ook niet. Ja, ik ga jou ook draaien. Ja. Goed vasthouden. Hoppa! We zijn een stukje verder gelopen. Ze zijn hier nog van alles aan het bouwen en aan het neerzetten. Ik zag nieuwe bankjes komen. Dat is helemaal gezellig. Hier heb je een stukje met allemaal zand. En kijk eens even. Een kabelbaan. Yay. Dan ga ik hier maar zitten. Hij is een beetje zwaar om hem terug te brengen. Maar als er iemand op zit en je gaat er zo heen en weer, dan is het makkelijker om hem terug te brengen. We zijn weer een klein stukje verder gelopen. En hier bij het bruggetje heb je geloof ik kuikentjes, ja? Ja, een lesje. En de kleine eentjes gaan nu. Oh ja. Oh, hier zijn ze ook. Kan ik ze daar goed zien? Hier zijn ganzen. Oh ja, maar niet de kleintjes. Die krijgen net brood, zie je dat? Het is toch heerlijk om zo buiten in de natuur te zijn als het zulk mooi weer is. De kinderen hebben korte broek aan. Ik nog niet. Want ik heb natuurlijk altijd koud. Vogelverschrikker. Oh ja, ik zie hem. Oh, nog één. Ja, nu kunnen we hem wat beter zien. Net keken we natuurlijk tegen de zon in. Kijk, daar staat hij. En daar staat er nog één. Nog een speeltuin. Jeetje. Maar dit ziet er ook wel heel erg leuk uit. Kijk nou. Kan je zo lekker naar de dieren kijken. Nu ik hier loop en ik zie dus dit. Weten jullie nog wat ik tegen jullie zei toen ik het afdak bij ons aan het verven was? Dat mijn vriendin zei, oh leuk als je dan een beetje bloemen eroverheen hebt hangen. Nou, dit is het denk ik wel. Toch? Ik vind dit wel wat. Het staat wel gezellig. Dus even kijken wat dit voor bloemen zijn. Geen idee. Maar dat zal Boy misschien wel weten.
Maar dit ziet er inderdaad wel leuk uit, dus dat het natuurlijk een beetje zo eroverheen gaat. Maar als ik een beetje kijk, volgens mij is het wel echt heel erg onkruid ook. Of in ieder geval, dat zit er misschien tussen. Geen idee, maar deze zijn wel heel erg leuk. Want dan heb je natuurlijk dat weer. Dan kruipt het overal langs en naar beneden. Dat willen we natuurlijk ook weer niet. Maar ik vind het wel heel gezellig. Kijk, ik kijk een beetje tegen de zon in, de andere kant op. Ja, toch? Het is wel heel groot hier. Had ik helemaal niet verwacht. Hier inderdaad ook nog een klein speeltuintje. Zie je, voor de kleintjes. Superleuk, moet je kijken. Hier kun je dus ook lekker wat te drinken halen. Een ijsje. Het is nu nog gesloten. Het ziet er wel helemaal leuk uit. Terrasje erbij. Het heet de Nijkamphoeve. Helemaal gezellig. Dus mee die is een geit aan het melken, geloof ik, daar zo. En Teun zit alweer op een trapfiets. Voor het skelter lijkt het wel. En doet hij het? Niet echt. Er zit misschien geen water meer in. Kijk maar. Oh ja. Nou, dan moet je beter knijpen. Ja, er komt wat uit. Dus even binnenkijken. Deze zijn al een beetje groter, hè? Ik kan niet bang zijn, ze komen niet naar jou toe. Gaan ook lekker buiten spelen, zie je dat? En de lammetjes die je net zag, die waren 5 weken oud. Deze gaan lekker buiten spelen. Hij is wel lekker zacht, hè? Dat is ook wel weer lekker. Wintervachtje eraf. Ja. Dan worden ze net zoals de lammetjes. Ja. Ga niet weg. Ja, ga even wat drinken. Nee, ga wat drinken. Kijk hier. Heel zacht. Een soort massage. Dit is een soort massage. Dat vindt ze wel lekker, denk ik hoor. Yes, mee. Hier hebben we nog ezeltjes. We gaan even schoonmaken. We worden gelijk aan het werk gezet. We gaan ze even alle poepjoepjes oprapen hier zo. Oh, hier. Dankjewel, zegt hij. Zo, dat is een flinke, Celine. Eeuw. Hij doet het wel heel goed. Eeuw. Eeuw. Pak ook even een stofferen blik, dat is misschien makkelijker. Nee. Zo gaat het niet echt. Ja. Ik vind dat jullie wel echt super goed aan het helpen zijn. Zijn dat knikkers? Hè? Ja. Is het zwaar? Nee, dat valt dan wel weer mee. Eens even kijken hoe het bij de meiden gaat. Celine is lekker aan het zingen. Gaat goed, Truusje? Ja. Oh, je hebt al flink wat geraapt, jij. Ja. Flinke verzameling. En hoe gaat het hier? Ja, goed. Gaat het goed? Oh, je hebt ook al een mooie verzameling. Oh, je haalt ook een beetje het mos weg en het gras? Nee, dat zit aan de poep. Oh, dat zit aan de poep. Oh ja, dat kan natuurlijk ook.
Dat is een keer weer wat anders, hè? Ik moet de geiten zijn kont afvegen. Nee, dat hoeft niet. Ze vallen er zo uit. Zie je dat? Hoppa. Nou, kan je mijn karretje op dit erbij zetten? Lijkt wel een beetje op de moeder, hè? Zet me gewoon aan het werk hier zo. Mam, zet je even dat karretje dichterbij. Zo, hoppatee. Gewoon altijd iedereen aan het werk zetten. Met de twee is het veel makkelijker, zie je dat? Gaat goed hoor. Zwaar, hè? Het is wel echt prachtig weer. Het is echt lekker warm ook gewoon. Heerlijk, maar hoe mooi is dit, hè? Gewoon zo midden in de stad eigenlijk. Dat is gewoon prachtig. Ja, op zo'n kinderboerderij is natuurlijk altijd wat te doen. Ze moeten gevoerd worden, alles moet schoongehouden worden. Ja, superleuk als de kindjes natuurlijk gewoon lekker kunnen helpen hier zo. En ze genieten er nog van ook, ja, ja? Heb je het? Iets heel vies. Iets heel vies. Nou, oké. Wil ik het zien? Wat is dat? Godver, ik denk dat die heel vers is. Ja, ik kan het niet zo heel goed zien. Kijk, een beetje een ganzenkakkie is dat, denk ik. Misschien is het ook van die meneer die zei. Nee, ik denk dat, ja, van die ganzen. Ja, die meneer zei het al, dat ze heel erg last hebben van de ganzen hier zo. Dat is natuurlijk in het park natuurlijk heel veel ganzen nesten. En die komen dan allemaal lekker hierheen. Hier is natuurlijk genoeg eten. Maar dit was echt een ganzenpoepie. Eeuw. Kijk, hier zit allemaal bijen. Gaan ze honing maken. Deze zijn lekker aan het eten. Ze trekken zich niks ervan aan dat die kinderen hier lekker bezig zijn. Dus dan kun je wel zien dat ze er echt aan gewend zijn. En ook natuurlijk aan alle vrijwilligers die hier lopen. Dan gaan we even de poep wegbrengen. Kijk nou, hier heb je ook nog allemaal diertjes. Allemaal konijntjes zitten hier zo. In een hokje lekker buiten. En na het werk is het natuurlijk ook alweer tijd voor ontspanning. We zijn heerlijk nog even aan het spelen hier. En allemaal cavia's. Ja, zijn de huisjes van de cavia's. Dat is leuk, hè? Het restaurantje was helaas nog dicht. Dus we gaan nu lekker naar huis. We gaan Maxi ophalen. Maar het zag er in ieder geval echt super leuk uit. Zo, we zijn weer lekker thuis. Dus nog echt prachtig weer. En het was heel leuk. Ja, hè? Vond ik ook. En jullie mochten lekker helpen. Was ook ontzettend leuk. Ja. Hadden we ook eigenlijk helemaal niet verwacht. Wisten helemaal niet waar we naartoe gingen. Nee. Dus dat was wel heel leuk. Nou, het is allemaal weer spik en span. Jasmee en Teun en Celine hebben super de best gedaan. Ja. En jullie hebben natuurlijk nog die schaap geaaid, gemasseerd. Ja, jullie hadden een... wat was het ook alweer? Een hark. Een hark, ja, goed zo. Een afgebroken hark. Ja, en dat vond hij heel lekker. Werd hij een beetje gekampt. Want zondag gaat zijn vacht eraf. Nou, daar kunnen wij er helaas niet bij zijn. Want? Maar had ik wel willen zien eigenlijk. Oh ja. Toch, Etta? Maar ik kan er misschien met oma heen. Misschien dat jij er met oma heen kan gaan. Ja, dat zou wel leuk zijn. Nou, we hebben het gelijk doorgestuurd ook naar onze rest van de familie. En Mees en Finn zeiden, oh superleuk. Het is hartstikke dichtbij, dus kunnen jullie ook een keertje heen. Of wij gaan een keer met ze mee, toch? Ja. Dus... vond je dit weer heel erg leuk om met ons mee te gaan? Geef in ieder geval een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren, te klikken op belletje. We zien jullie een andere keer in de vlog. Doei! Doei!